Kijk, kijk, kogeltjes. Wow, kogelpunt, punt 50. Een hele glimmende. Zo. Binnen is het misschien wel warm. Ja, binnen is het een stuk beter te doen. Wat heb je in dat koffertje zitten? Oh. Een heel mooi koffertje. En wij hebben dus van een trouwe fan deze hele mooie gasmeters gekregen. Oh. Dus dat, als we dus de bunker ingaan, dan kunnen we dus kijken of er genoeg zuurstof is. En als we hem dus aanzetten, kijk, daar gaat hij. Wat zegt hij dan? Oh. Ja! Ja! Hoe tof is dat, hè? Super dik, jongens. Bedankt. Ja, dus die hebben we dus gekregen. En dan kunnen we dus van voortaan veilig de bunkers in. Dus ja, super tof. Met opladers erbij. Safety first. Woe! Eigenlijk, lekker. Eigenlijk moet je even zo doen. Gaat hij door de wolken? Het alarm gaat af. Mijn zuster was niet zo best. Oh. Oh nee, hij wordt helemaal gek. Oh, hij wordt helemaal lijp. Ik moet tanden poetsen. Ik schijt erin gelaten. Nee, ja. Dat deed die man van dat filmpje waar je niet dumpen. Ja, ik voel veel hout al. Hier een opening, hier valt het stokje helemaal in. Lekker dan. Lekker dan. Dan gaan we binnen gutteren. Zolang een hoop zand in de bunker ligt, denk ik, als het vanaf hier al helemaal zo naar beneden gezakt is. Dat geeft het niet. Het ligt allemaal binnen. Ja, het ligt maar allemaal binnen, ja. Maar niemand die het weet dat hij ingewaterd is. Oh. Als hij daar helemaal hoog is, dan is hij de hele uur bezig. Met. Ja. Dat is al 2 weken. Ja. Is die andere aan? Ja. Goed zo. Ja. Stiekem wat een gewicht dat moet hebben, zo'n bunker van 2 meter dik dan. Ja, joh. Nou, ik kan al naar binnen, dus ik wil eventjes met de camera gaan kijken wat ik allemaal kan vinden. En of ik al naar binnen kan glimmen. Oh. We kunnen naar binnen. Ja? Oh mijn god. Ja, echt hoor. Dat denk ik gewoon, alleen maar aan het vaart uiterlijk. Ja. Help. Ja, het lukt. Dit is wel krap hoor. Ja, maar die hele ingang is krap. Denk je? Het is gewoon een stenen muur eronder. Ja, als kruip ik erin, dan kijk ik wel wat ik naar binnen kan krijgen. Hij is wel smal, hij is echt smal. Ja? Hij is denk ik zo. Bij zo. Ik geef jou de eer hoor, zie jou dat... Hij is de instructrice geweest. Ja, ik heb in de Belgische Ardennen op een buitensportcamping gewerkt. En dat deed ik onder andere met deelnemers speleologie. Speleologie, het is dat je op kleine grotten valt. Grappig. Daarom val ik op jou. Ja, omdat dat is iets anders. Dat is niet mijn lengte. Kom, ga erin. Ja, oké. Okay. Ik vind het echt stoer. Ja, je past makkelijk, man. Nou, dan moet ik even een telefoon pakken. Hebben jullie nog een lampje in de telefoon alleen, hè? Nee, ik heb alleen zo'n action dingetje. Ryan moet erin. Ik, hè? Ryan. Ja, dat klinkt wel hetzelfde, alleen met de R in plaats van de B. Ik denk dat je het wel lukt. Spannend, man. Oh, ik vind hem echt doodeng. Nou, we are here for the rescue. Oh, hij is nu wat breder aan de achterkant. Ja, ik heb een beetje een holletje gegraven. Oh. Als een hamster. Mag ik, CEO? Dus ik denk misschien als jij erin gaat, dat jij wel makkelijk een baantje kan maken. Nu durf ik hem wel. Nou kan je. Ja, nu wel, yes. Hè. Maar ik nog niet. Armpjes trekken. Oh, yes, ik ben binnen. Yes! Zo, brokkelt hij helemaal in, Brian? Nee hoor. Ik wil het helemaal niet horen van jou. Oh, dat is echt diep hoor. Helemaal niet. Ah jongens, valt wel mee, man. Dit is een makkie. Dit is een makkie, joh. Ik heb nog nooit zo'n makkelijke bunker eigenlijk gehad. Je hebt hem niet eens gegraven, dat is denk ik het probleem. Ja. Waarom? Oh, we gaan erin.
Welkom. Yes. Ja, echt. Hij is cool, hè? Is hij cool? Ja, 502. Ik ben nog niet verder naar binnen gegaan. Oh, is cool. Eigenlijk zouden we die moeten vangen voor Brie. Wat is dat? Oh, hij is aan beslaan. Ja, dat breken ze denk ik, man. Nee, man. Valt door een pak zand, joh. Ja. Een pak op pakketje. Even cozy maken. Ja, even wat sfeer. Een lampje maken. Ja, vind je dat wel? Kijk, we hebben al sowieso... Wat is dat voor je? Voor een muur, voor vlag. Oh! Kijk toch. Ja. Die zal niet van gisteren zijn. Moet je dit zien? Wat is dat? Skip. Oh, wat is dat? Mooie... Van de kachel? Een kachel. Yes! Ja. Even een aansteken. En dan hopen dat die CO2 meter niet afgaat. Het is echt gek. Ja? Echt, ja, ik ben echt helemaal onder indruk. Overal goodies op de grond. Twee van die ledikanten, zeg maar. Ik weet niet of dat het juiste woord is. Volgens mij wel van bedden, zeg maar, ja. Staan er. Ja, we allemaal bijvoorbeeld een half kistje hebben we. Echt? Niet! Stukken flessen en oh zo. Oh god. Special. Te gek. Zes, ik ben binnen, Brian. Je hebt het licht. Pas op het kaarsje, man. Je staat bijna in de fik. Je mouw gaat in de fik, man. Wow, oké, wat is er nou aan de hand? Kom! Abonneer voor. Knus. Lekker knus. Wat gaat je? Maar nog meer is verder. Ik moet dat naar binnen. Hey, dit is echt gek. Wat is er allemaal aan de hand? Heel veel. Oh. Ja, vlaggenstandaard. Vlaggenstandaard. Jongens, die is echt spannend hoor. Ze vinden daar allemaal hulzen. Je moet even voorzichtig lopen. We hebben geen zaklamp bij ons. Op de lading hangen. Dit is echt zwaar moeite, hè, dit? Ja, dat is zwaar. Zo, wat gaaf dit. Wat hebben we? Ja, hier allemaal hulzen. Nee joh. Ja, echt heel veel, Jim. Honderden. Echt? Dat is allemaal huls. Echt? Alleen maar huls. Hoe kan dat, joh? Dan zal ik met mijn hand in het water gaan. Ja, krabbel. Gewoon erin nu. Huh? Wat is dat dan daar ligt met die... Van een lamp, man. Zo. Wel warm hier van die kaarsen volgens mij. Ja, het is sowieso 15 graden, toch? Dan? Ja, die kaarsen. Dat is echt een beetje buiten en denk je, wow. Er liggen hier zoveel hulsen dan. Ah, nog maar. Zijn er allemaal hulsen en zo? Ja. Allemaal hulsen. Oh? Nee. Ah, bizar, hè? Maar van alles ook. Allemaal kapotte potjes en dingetjes. De originele blik heeft hem al ingestaan. Ja. Is dat dan? Een batterij, denk ik. Ja. Ik heb het niet gegeven. Super nice, hè? Ja, echt gaaf, man. Al die kogels. Ja. Rijden. Rijn heb trouwens nog even een zegje voor de camera. Ja. Vinden jullie dit nou een leuke video? En willen jullie dat elke dag zien? Abonneer dan op Bunker Channel NL. Daar doe ik dit wat we nu doen en heb ik elke dag een filmpje. Gaaf man, dat staat in de link in de bio. Dat was de preek. Lekker man. En doe je nou veel likes, dan gaan we volgende keer weer met Ryan op pad. Ja, ik vind het echt leuk. We hebben nog locaties genoeg. Ja, dankjewel. Maar... Ik vind het echt een mooie bundel, man. Ja, gaat het ook met onze rolsplit, joh. Ja, kijk hier. Hier is allemaal stukjes van die kerstkast. Kijk maar. Oh, ja. Die hier aan de muur in. Is alles eraf gesloopt. Ja, ze hebben ook helemaal verbekoppeld. Er zat niet wat tussen liggen. Ik zie ook glassen tussen liggen. Ja, ze hebben de hele tijd te kijken. En hier dan die kinderen. Maar ze hebben echt tering veel tegels meegenomen, hoop ik. Ja? Ja, kijk, dit is, hier zit alles, want dit is vroeger. Oh. Kijk, dit waren die tegels, kijk. Ze hebben alles hier, al de tegels eruit gehaald. Ze hebben meegaan met de tegels in hun eigen bunker misschien. Nee, ik denk dat dat in de oorlog al is gebeurd. Ik denk nog dat iemand dit in huis heeft gedaan, die tegels. Oh ja. Ben je nog
ijslijf deze. Het is echt gek. Ja, vet, man. Genieten. Dat is te gek. Wat zie je dan? Hier zie je de A en hier zie je de E en de G. En dat zat vroeger op stroomdingen of alles wat voel. Sio werkt bij EG. Ja, dat is echt toevallig. Echt super moeilijk dan. Ja, dat is wel cool. Moet je een werkgever geven? Ja, kijk eens. Zelf gevonden. Ik mis alleen de G nog, maar ik heb hem niet meer kunnen vinden. Die moet er liggen, man. Ja, die moet er liggen. Kom, we gaan op zoeken. Wat ouwe, wat is het? Ja, ik weet niet. Is het alleen maar een hendel, ja. Wat? Dat is zo ook wel gekregen. Waar is Brie? Hoe? Waar is Brie? Wie? Brie. Buiten. Ik weet niet waar die is. Die ook daar trouwens. Echt gaaf gebeuren, man. Ik geniet hier echt van. Ja. Staat dat bij Gestel? Nou, weet ik niet. Dat verwacht je niet. Het zou wel kunnen. Ik wil gewoon die weer buiten wonen. Ja, het zou kunnen dat hun eigen is. Maar daar zou de Gestel gewoon hier om te liggen. Ja. Hier zie ik een stukje huizen. Ja, dit moet op de voorkant of zo gezeten. Ja, ik denk het, ja. Ja, we moeten gewoon de rest zoeken. Misschien ligt het. Kijk, hier nog een stuk. Oh ja, we gaan gewoon puzzelen. Ja, we gaan die hele kapotjes in elkaar puzzelen. We gaan die hele. Oké, okay. Die moet denk ik hier dan. Zullen we de drie hoeken zo zien? Leg hem lekker op een hoofdje. Nee, ik denk het niet. Even kijken hoor. Zo zat hij aan de muur. Ja. Ja, dit zou toch... Ja, die moet aan de buitenkant. Zo iets. Ja. En allemaal dingetjes van leer hebben. Oh! Ik pak het vast, het valt eigenlijk wel uit elkaar. Oh joh, dat is een bunkerkaarsje of niet? Is dat een bunkerkaars? Volgens mij wel. Te gek, hè? Schoenpoets hebben erin gezeten. En dan, dit is een stukje van de kissie. Nog zo'n leren kaarsdingetje. Glas. Oh! Ze hebben hier tegels gestolen. Oh ja. Het is de eerste keer dat ze dat tegels wegstrijden. Bruin is met de pinpointer. Altijd. En voor het natuurdocument. Wat zie je daar? Een zwarte vieze weduwe. Nee. Zit hij daar? Ja. Ik zie hem, ja, hij wil naar je toe gaan. Je kunt er zeker dingen mee. Dat kan je niet beter die schep erin zetten. Waar is die schep? Ja, ik zal hem zoeken. Ah, ik heb er nog een beetje begin laten. Hé? Kan dat? Ja, kan. Kijk. Ja, er stond meestal zo'n papiertje zat er ook in, met een tabelletje. Ja, je ziet gewoon een tabelletje, toch? Je moet het schoonmaken, moet je even in het water doen. Wauw, dat is dat papiertje van die KIV-kast. Zo, dat is kik, hè? Even in het water? Ja, dat is echt uniek dat er nog op zit. Zo, gek. Hoe spoelen we, man? Zo. Krijg je als je geen centimeter ongezocht laat. Ja. Hebben die vorige niet goed onderzocht? Oh, dan kan je nog wel iets gevonden met pinpointen. Ja, die grote plaat. Ja, dat ding. Dat kan niet. Toch wel handig even af en toe pinpointen. Oh. Ja, maar er liggen wel dingen. Denk je? Dat is niet de bodem, hè, gewoon. Hey. Hier zit er nog een kussentje. Echt? Die hebben we nog niet gedaan. Misschien moeten we die uitgraven. Hier hebben we een kutje. Ja, net als hier al. Ja. Ja, er ligt ook echt van alles in, man. Ik zie flesjes, ik mag wel niet. En allemaal hulsjes, gek genoeg. Ja, misschien hebben ze het niet gedaan, man. Hier liggen echt honderden hulsjes, man. Hier is wel de put. En die hebben ze nog nooit gedaan. Ja, dat zou dik zijn. Even kijken. Wacht even. Kijk toch.
al die militaire rolsjes, allemaal kartonnetten rolsjes. Een geheimdrukje. Die iedereen is vergeten. Kijk maar, hier is je rand. Ja. Hier ga je erin. En vind meteen al dingen. Kijk, kijk, kogeltjes. Wow, kogelpunt, punt 50. Een hele glimmende. Zo. Ja, ik zweer het jou. Is het in het putje? Voel eens. Ja. Pak hem eens. Ja. Dit is een... Ja, even kijken. Mooi. Kijk eens. Zo, hij is smal, hé. Hier een kogelpunt. Zo, die is vet. Lekker. Maar rozig. Kijk nou. Kijk, met het randje. Oh ja, er ligt dingetjes in. Ja! Oh, kijk, leuk. Zit hiermee dan in die hoofdgeflip? Met dat randje? Ja. Moet je hem even poetsen? Moet je hem even poetsen? Ja! Poetsen, poetsen! Ik hoor jullie heel blij, hè? Ja, we hebben een mooie punt gevonden, man. Oh, te gek! Tof, hè? Prachtig! Ja, joh. Gaaf! Oh, is dat wel een mooie punt? Dat was ook een mooie punt, ja. Die heb ik naar jullie gedaan, al die platen opzij geschoven. Dat is met de pinpoint, dus die blubber doen. Ja, hier ligt de pinpoint. Kijk je uit? Ja. Maar het lag ook gewoon op de grond, hè? Ja. Hier ligt nog wat. Oh, kogel. Ja? Diep, hoor, ouwe. Zo. Hé, hey, die ligt echt diep. Lekker, man. We gaan hem gewoon een putje gevonden. Zie je het nu? Fijn, heb ik toch zijn lievelingsding gevonden. Een punt 50. Ja, echt, hè? Kijk maar, hij stort helemaal in. Oh, joh. Er komt er wel misschien nieuwe spullen in. Wacht. Die was bij de andere bunker ook vergeten, hè? Mijn voeten zijn weg. Het eerste putje, hè? Weet je ja, wat? Bij die andere bunker ook inderdaad. Waar is deze ook vergeten? Maar daar zat niks in. Nee, bijna een mes. Ja, bijna een mes. Ja. Ja, dat is een mes. En toen bleek het een stok te zijn. Maar het leek het echt heel veel. Maar hij leek echt. We werden helemaal wild. We zitten in één keer in een onverwachte bunker. Ja. Nee, maar we zijn een putje aan het uitgraven en we waren eigenlijk gewoon bezig met lekker rommel en er komt niet zoveel uit, behalve heel veel glazen, spullen. Ja, maar toen kwamen wij in een putje terecht. We gingen het even wegbikkelen en tikken. En nu onder dit zwarte teer zag ik voor mij een mesje liggen. Zo pakken? Ja. Ik zag er onder een mesje liggen. Kijk, daar al. Kijk, hier zit allemaal spullen in, toch? Spullen, allemaal leren doeken. Er ligt er helemaal iets moois onder. Pak die even, ja. Ja, wacht, kijk hem. Dat is een mesje, denk ik. Of niet? Ik weet het niet. Wat is dit? Houtje? Dat is een houtje. Oh, dat had een... Ja, dat is een houtje. Ah, dat had een mesje was. Oh, oh, hier, nee. Hier liggen ook spullen op de grond, want daar komt het ook vandaan. Kijk, gewoon hier ook. Zeg maar, op deze rand. Kijk, nu is het putje leeg. Wel een 1.50 patroon, jongens. Ja, cool. Wacht even, ik ga dit op je naar kan. Oké, zo. Ja. Je ziet ook allemaal roest komen, hoor. Ja, je weet maar nooit, man. Zal ik het nou uitvallen? Ah, nee, je gaat lopen. Wat gaat lopen? Die grote spin. Dat is ook achter je grote spin. Hij zit hier, Roman. Wat? Op de grond. Nee, nee. We moeten de grond gewoon afspitten. Maak hem schoon. Jezus, man. Godsamme. Nou, toch wel weer je geluksdag. Een beetje, hè. Heel leuke dingen, man. Mega. Hij lag op de bodem. Ryan, ik heb een cadeautje voor je. Ja, man. Kijk, dat is dit net. Dat is een beetje bijzonder, denk ik. Oh, te gek, man. Er nog een. Een rode? Ja, ik denk door een beetje zuur water of zo. Wat te gek. Oh nee! Schrik me rot. Kom het aan. Heftig! Dat is de mooie vondstalarm. Ja, super. Die gaat af als er een mooie vondst is. Te gek. Ja, ja. Moet allemaal de hoek in. Gaaf zeg. Vet mooi, hè? Ja, hij lag hier op de bodem, man. Zit hier tussen een beetje te rommelen. Ik dacht dit weer als een moertje die met niks bijzonders. Ah. Kijk, wat is dat? Een steen. Gaaf zeg. Kijk, die pinpointen erin. Oh,
Goed zo, Sjoerd. Wat zeg je? Goed zo, met die pinpointen zoeken. Ja. Wat is dat? Steen. Steen. Er is ook een randje, er zit een soort drempel in de keuken hier. Daar kunnen ze allemaal in liggen. Nou, bij de muur heeft het geen net in je. Zullen jullie nou ook een pinpointer willen? Of een metaaldetector? Ja. Dan kunnen jullie naar de site van koolstradetectors.nl. Link vind je onder in de beschrijving. En dan kun je ook zo'n mooie pinpointer en mooie dingen gaan zoeken. Want een pinpointer is echt essentieel. Ja, zonder dat vind je niks. Nou kan je het op gevoel doen, maar weet je wel, dit soort dingen vind je, voel je niet. Al die blubber die er dan uitgaat, kan je daar nog met je pinpointen hoor. Kijk, en ben je toch wat vergeten? Ja, zie je. Dan ga je gewoon even kijken. Hè. En dan kom je erachter dat er dit is, een vleugelmoer. Ja, maar ja, weet je hoe snel je dat vindt? Soms met je pinpointen komt het gewoon echt dat je gewoon dingen vindt. En hij is gewoon echt waterdicht. Want hij gaat overal doorheen en ja. Nou, we hebben hem al zo lang als we aan het zoeken zijn, denk ik. Ja, precies ja. Dan moet ik een kistje. Een stukje met die kachel. Echt wel dingen hier ook. Ja. Even dingen, ja. Oh joh, conserve op zich. Hè? Ja, maar ze komt het. Zeker weten houtpunter. Ja? Ja, kijk. Oh, ja. Nee hoor, die ingaan is altijd het leukste. Ja. Oh shit, die ziet er niet leuk uit. Het is weg naar buiten. Hoppa. Ja, super. Heerlijk. Als je in ieder geval een beetje sticht, mocht het, weet je. Want anders zeg ik, sorry. De bunker zit weer dicht, jongens. Ja, het is echt een mooie dag, jongens. Doe even een duimpje omhoog. Ja, help me. Bedankt voor het kijken. Echt super dik. Ja, het was super dik.